cast en crew van Nowhere. Ik ben super content dat de film hier vanavond in première mag gaan. We hebben er lang op gewacht. Niet alleen dat, ik heb vandaag ook een ster gekregen op de dijk. Dus ik ben vereeuwigd in Oostende. De jongensdroom die uitkomt. Ik hoop dat de mensen er gaan van genieten vanavond. En daarna ook massaal naar de cinema komen natuurlijk. Om de film waar we zo lang aan gewerkt hebben, om die te komen bekijken. Weet je wat je moet doen? Als je voor een moeilijke beslissing staat en je weet niet wat je moet doen? Nee. Naar je schoenen kijken. Just do it! En heeft u dat al ver gebracht? Maar ja, ik leef toch nog, of niet? Het verhaal van Nowhere gaat over mensen. Twee mensen, eigenlijk vooral in dit geval twee uiterste, twee andere planeten eigenlijk, die in botsing komen, een soort van botsing komen. En kijk, er wordt een nieuwe planeet uitgeboren. What the fuck, mijn leven u kan schillen, dat is toch al aan de kloten. En voor mij gaat de film over hoop, vriendschap en een thuis vinden. Ik vond het een hele mooie film. Ik heb echt gehuild en dat was lang geleden in de cinema. En oké, we leven in een tijd waarin het huilen u nader staat dan het lachen. Maar ik vond het echt eerste. Ja. Het is heel mooi en traag opgebouwd en daar komt je niet veel tegen. En eens dat ik erin zit, was ik echt super hard geraakt eigenlijk. Het geeft zoveel hoop, vind ik. Allee, het is echt zo'n schoon verhaal van die twee gasten. En je ziet echt dat ze elkaar nodig hebben om naar een hoger niveau te gaan in hun eigen leven. Dat is gewoon om te zien. Ik vind het echt een verhaal dat belangrijk is om te vertellen, dat hartverwarmend is en dat u de tijd geeft om te voelen hoe belangrijk dat liefde is. Ik hou van films waarin dat niet alles de hele tijd wordt uitgelegd. En dat is bij deze film in het begin niet het geval, dus je komt er heel zachtjes in. Maar tegen het einde was ik zo gecharmeerd door de personages dat ik het zo precies zelf meemaakte ofzo. Dus. Ik vond het een hele mooie, integere film, zoals dat Peter integere films maakt. Ja, het is een heel mooie film. Hè? Het is een heel knap en een heel relevant verhaal. Ik vond het een heel mooi verhaal en ik vond ik vond Koen de Bouw fantastisch. En ja, naast Koen de Bouw is Noah toch echt wel een nieuwe vondst. Dat is, is ongelooflijk wat hij gedaan heeft. Als ik me niet vergis, is hij 20 jaar oud. Met mijn 20 was ik andere dingen aan het doen. Was ik zeker nog niet een hoofdrol in een fantastische film aan het spelen. En hij heeft dat echt zo goed vertolkt. Het is een geweldige acteur en ik ben echt benieuwd om te zien wat hij nog allemaal gaat doen.